Herinnert u zich nog hoe in de strenge winter die achter ons ligt, toen kanalen en rivieren dichtgevroren en de spoorwegen overbelast waren, hoe we toen voor het goederenvervoer voor een belangrijk deel waren aangewezen op het transport langs de weg, hoe chauffeurs en auto's de zaak aan het rollen hielden? Welnu, deze chauffeurs, ze houden er niet van om aan de weg te timmeren, maar voor één keer is met deze goede gewoonte gebroken. In Arnhem, waar 300 deels geladen vrachtauto's in een 8 kilometer lange kolonne door de straten trokken met het doel autoriteiten, handel en industrie te laten zien waartoe het wegvervoer in staat is. En met de winterse prestaties nog vers in het geheugen, zetten wij ze bij deze gelegenheid even in het zonnetje. Zo begon